Goedemorgen. Ik ga de nieuwe kaartlegging voor week 37 doen. Dat is van maandag 10 september tot en met zondag 16 september. Voor deze weeklegging gebruik ik de kaarten Schaduw en Licht van Lucy Cavendish. Lucy Cavendish die is een witte heks, maar ze maakt hele mooie kaarten. Deze kaarten zien er misschien een beetje raar uit, maar het zijn cottage kaarten. En elke kaart heeft toch zijn eigen betekenis, zoals altijd. Ik vraag, zoals je ziet, ik schud ze weer. En dan vraag ik gewoon aan de kaarten of ze mij de kaarten willen geven. Ja, dat lijkt raar als je zegt van, ik vraag de kaart of ze mij de kaarten willen geven. Ik was al een beetje bezig, dus ik heb al een aantal kaarten eruit gekregen. En ze zijn wat dat betreft heel mooi. Nou, zoals je ziet, de kaarten op zich zeggen van, het is nu genoeg, dus stop er maar mee. Nou, dat zal ik dan bij deze ook doen. Het zijn allemaal een beetje elfen, heksen, hele leuke, grappige kaartjes. Heel duidelijk, leuke tekeningen ook. Ik zet even mijn bril af, dan kan ik het beter lezen. Nou, de kaart voor de maandag is de heks aan het einde van de wereld. Een belangrijk einde, een nieuw begin. Nou, wat krijg ik hierbij door? Even wachten hoor. Zo, is wat duidelijker. Een nieuw begin. Het einde. We zitten allemaal in een cyclus. Je kunt het vergelijken met de natuur. Je hebt lente, zomer, herfst, winter. Ook wij hebben dingen op te lossen. En net zoals elk jaar opnieuw begint, of elk seizoen opnieuw begint, is dit ook. Je hebt iets afgerond en vanaf morgen komt er weer iets nieuw. Een nieuw begin. En of dat nou te maken heeft met werk, met je relatie of andere dingen. Je hebt wat afgerond of je gaat morgen wat afronden en dan komt er een nieuw begin. De kaart voor de dinsdag is 11 van de Malle Molen. Het is weer zover. Nou, het sluit heel mooi aan bij de kaart voor de maandag. Een nieuw begin. Je begint weer opnieuw. Het gaat weer gebeuren. En ook dat is voor ieder mens persoonlijk. En het is gewoon het nieuwe begin, het is klaar, het is weer zover, je gaat weer opnieuw beginnen. Voor de woensdag komen de twee heksjes tevoorschijn. En daar staat bij magische schoonmaaktijd. Met dat schoonmaaktijd moet je niet denken van, het huis moet schoongemaakt worden. Ja, misschien ook wel, maar in dit geval betekent het dat je spiritueel schoongemaakt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Wij als mens, op aardsniveau, hebben er niet zoveel last van. Maar het wordt vaak in de slaap gedaan. Maar soms, met bepaalde dagen, transformatiedagen, poortdagen, heb je toch die dag dat je heel vaak naar de wc toe moet, of wat dan ook. Veel honger, nou, dat houdt dus in, je wordt gereinigd. En dat is dit ook. Je wordt magisch gereinigd. Deze kaart, dat is voor de donderdag. Dat is verlies. Je mist iemand. Nou, als je naar deze kaart kijkt, het ziet er een beetje luguber uit. Hè, met een skelet naast dat meisje. Maar dat heeft een beetje te maken met je relaties. Je zit misschien in een relatie en heb op het ogenblik niet zoveel contact met iemand. Dat houdt dan dit in. Hè? Je mist iemand. Het kan van alles zijn. Maar weet, ook al mis je iemand, degene komt altijd weer terug. Mis jij iemand in de familie, overleden, dat houdt dan in van hij of zij is er niet meer. Maar de energie zal altijd dicht bij jou blijven. De energie is namelijk oneindig. Voor de vrijdag, Engel des Doods, overgang naar het Rijk van de Geest. Deze kaart voor de vrijdag
Het slaat ook een heel klein beetje op die andere natuurlijk. Maar het heeft ermee te maken van, je gaat spiritueel groeien. Je krijgt allerlei seintjes ook vanuit het universum. Bloemen die zomaar voor je opduiken. Veertjes. Speciale dieren. Hè, die je op je weg ergens naartoe vaak ziet. Dat is dus dat je hoger gaat groeien of verder gaat groeien. En dat gaat vrijdag van start. Voor de zaterdag komt de verdrietige rode elf. En daar staat bij, wees jezelf. Wij hier op de aarde passen ons altijd aan anderen. We zijn zo bang wat anderen tegen je zegt. Of je uitlach. Je verkrampt helemaal. Hey, je sluit je eigen ik op. Maar begin nou eens zaterdag te zijn met wie je werkelijk bent. Wil jij een pimpelpaas haar hebben? Doe dat. Want dat hoort bij jou. En lachen mensen je erom uit? Prima. Maar je bent wel jezelf. Dat is met allerlei dingen zo. Wil jij gaan schrijven en werd het altijd negatief beïnvloed? Ga gewoon dat doen. Wees jezelf. Wees trouw aan jezelf. En voor de zondag is het de zeestorm. Kalm te midden van de chaos. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je eens een keer een rustpunt moet gaan zoeken. Of je dat nou via meditatie gaat doen, via lezen, maar luister eens naar de stilte in jou. Dan krijg je de mooiste dingen door vanuit het universum, zodat je de volgende stappen weer beter kunt zetten. Maar ook al is het ontzettend druk om je heen, luister naar jezelf. Wees stil. Wees innerlijk stil. Wees helemaal stil. Dan krijg je de mooiste dingen te horen. En je ziet soms ook tijdens meditaties de mooiste dingen. Dit zijn weer de kaarten voor aankomende week. Geniet ervan.